Johnson. Bijleveld kan. Goed balletje van Johnson. Cachera helemaal vrij. Krijgt de ballen maar eens. Het scheelt niet veel. Johnson nog. Klaarleggen voor Matusiwa. Cachera mag het afmaken. Bal van richting veranderd en rakelings naast. Maar dat is wel het gevaarlijkste moment van Jong Ajax in de eerste 10 minuten. Hoekschop Dennis Johnson. Een countermogelijkheid wellicht voor Volendam. Met Nick Dodeman. Orejuela moet aanzetten. Wat komt de keeper hier doen? Waarom is die zo ver uit zijn doel? Kotarski. Het loopt voor Ajax met een sisser af. Maar Kotarski had niet zo ver uit zijn doel moeten komen. Had het Orejuela op moeten laten lossen. Dat is het initiatief voor Jong Ajax. Orejuela. Mooie paas op Bijleveld. Veel ruimte voor hem. Johnson bij de eerste paal. Bij de tweede paal. Cachera. Mooie voorzet van Bijleveld. Maar heel erg zwak gekopt door Matteo Cachera. Nunnely is er langs bij Smal. Speelt sterk de rechtsbuiten van Jong Ajax. Johnson! En goed gepakt door Verhulst. Daar zat wel overtuiging in. Nu dan misschien wel een mogelijkheid voor Visser. Dodeman. Stro in het strafschopgebied. Berestijn legt terug. Die had er de trekker over. Veerman vindt Berestijn. Stro weer de eerste paal. En daar is de kans. Een grote kans voor Kevin Visser. Matusiwa onder druk gezet door Vlak. Dan is hij de bal kwijt, maar is hij fysiek zo goed en houdt hij ook een beetje vast dat hij het duel toch nog wint. En is Ajax weg met Cachera en met De Wit. Moet het hier toch een keer 0-1 gaan worden. De Wit, het is 0-1. En dat doelpunt komt Jong Ajax ook wel toe na 35 minuten voetbal. Op het juiste moment gegeven door Cachera. En dan onbedaarlijk hard binnengeschoten door De Wit. 1-0, dat is niet onoverkomelijk. Veerman. Evers. Veel te hard weer voor Stro. De Wit kan die bal niet weghalen. En hier is het gelijk. Via Gerry Vlak. In de laatste seconde van de eerste helft scoort Volendam. Begint met die voorzet van Evers, die eigenlijk niet goed is. En dan neemt Gerry Vlak die bal vol op de pantoffel. Sanchez. Cachera, goede paas zeg, goed aangenomen ook. Cachera. En dat had eigenlijk de 1-2 moeten zijn. Redding is goed van Verhulst. Uitstekend ingespeeld door Matusiwa. Corner van Johnson. Nunnely lastig om aan te nemen. En uiteindelijk opgepakt die bal door Verhulst. En dan wil Volendam er nu heel snel uit. Dat is goed gegooid door Verhulst. Op Nick Dodeman. En er is inmiddels aansluiting. Het is 4-4. En hier is Stro. Controle is er wel, maar de ingreep uiteindelijk van Luis Orejuela. Pas van Matusiwa. Nunnely. Is dit dan het moment voor Ajax, voor Sierhuis? Het is 1-2. En de invaller doet het, Kai Sierhuis. In de 82e minuut. Mooie paas van Matusiwa. Nunnely is niet zelfzuchtig. En komt eigenlijk met een perfecte assist voor Kai Sierhuis. Vlak. Veerman. Kan schieten natuurlijk. Veerman is er heel dichtbij. Hij heeft zo'n prachtige trap.
Hier is het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter al. De extra tijd zit er nog niet helemaal op, maar daar fluit Gerrits af. Ajax wint. Zwaar bevochten uiteindelijk hier in Volendam. Kijk naar de ontlading bij de matchwinner. Hij mocht weer eens invallen en dat doet hij dan altijd wel goed. Hè? Kai Sierhuis maakte zijn 13e doelpunt in dit seizoen. Een hele belangrijke, misschien wel de belangrijkste van dit seizoen.